Kijken zo te zien. Offliner die heel handig werd gepasseerd. Dan gaan we weer heel laat remmen. De mannen, dit gaat natuurlijk helemaal niet goed. Wat een foute actie zich daarvan. Was dat nou Lapierre die dat deed? Scott Sharp die naar voren kwam, die reed op positie 11. Kijk eens wat een schade. Ik denk dat dit voor de wedstrijdleiding een code rood gaat opleveren. Inderdaad, Prémat die daarbij zat. En iemand die zijn hand flink beseerd heeft. En dat is Herkie natuurlijk, ja. Winnaar van gisteren. En daar is de auto van Piccione die in de stijgers hangt. Matthias Laura komt meteen maar binnen. Ja, een hoop consternatie hier aan het begin van deze race. Met in het voorste veld nog steeds Bruni, Jani, Piquet, Junior en Piccione. Eigenlijk afscheid kon nemen. Daar krijgt Kovalainen en een harde tik. Met Prémat. En dan rijdt Prémat de nummer 10. Dus die witte auto de vleugel eraf. Dat was een harde klapper. Woest sturen van deze lopers. De groen-witte auto die dat allemaal veroorzaakt. En de Brut inhakt. 22, de auto van Kovalainen. En die krijgt natuurlijk een forse tik op het wiel. Dit is de 23 van zijn teammaatje. Nicolas Lapierre. Nicolas Lapierre die er eigenlijk heel weinig aan kon doen. Toch geen acties van de wedstrijdleiding op dit moment. Misschien krijgen we toch een safety car op de baan. Ik weet niet de stand van zaken in de bocht op dit moment. Dat is moeilijk te overzien. Maar er was veel schade daar. Veel Kevlar op de baan. Het is Bruni die nog steeds aan de leiding rijdt. En dan takelen de beide teammaatjes maar weg. Voor Rosberg natuurlijk een goede actie.